Even bezig. Ja. Ik moest meewerken aan de bestseller van Hans Kraaij junior. Ja, bestseller? Ja, die gaat er weer een boek schrijven, Hans. Alweer? En ik moest meewerken, dus ik met Hans afgesproken om 2:00 'smiddags. Ik heb werkelijk alle verhalen van de bolhoed uit Achillespezen moeten trekken. Ik zweette en alles. Ik weet niet, lekker en zo. En dan zei ik bijvoorbeeld, Jezus jongens, hé. Ik heb er toch een paar geneukt in Eindhoven. En dan zei Hans, mag even de microfoon uit? En dan deed die jongen die dat cassettebandje uit. Zei Hans, ik ook. Hij mag weer uit. En dan zei ik bijvoorbeeld, Jezus, Mina, man, hé. En dan zei ik bijvoorbeeld, Jezus, Hans, weet je nog dat wij in dat café in Eindhoven, de banaan eten dat café. Oh, wat een lekker wijf. Mag de microfoon uit? Zei ja, dat. Die heb ik ook genoemd. Hij mag weer aan. Dus toen zei ik tegen Johan. Ik zeg, als ik die gozer al zou dat boek noemen, mag die even uit. Ja. Elke keer als hij wat zei, zei die mag die even uit, weet je wel. Maar dat is toch helemaal geen leuk boek? Nee, natuurlijk niet. En ik moest dan zo om lachen, weet je wel. Dat was lachen. Dit man kopen, jongens. Een 6,75 heb je gewoon. Wat steeds goedkoper. Die mevrouw van Dolle Duikavond in huis. Jullie snappen het wel, hè? Dit is die mevrouw van Dolle Duikavond. Ja. Jongen. Ja. Ik kreeg nog een vraag voor jou binnen. Heb je zelf een paardenlul? Vraagt iemand uit Nederland. Maar daar gaan we niet even op in. Ontzettend bedankt. Kunnen wel twee duiven op en dan kunnen ze nog fladderen. Ja. Oh, René, bedankt. Nu moet ik iets doen wat ik heel moeilijk vind. Maar bij Fox Sports willen ze virtual reality. We hebben de wedstrijd, daar schakelen we ook mee, tussen Bayern München en Werder Bremen. 2-0 al snel door 2 schitterende goals. En als je deze bril opzet, Jan, doe het maar tegen jou, dat is een virtual reality bril. Heb je de zwemvliezen bij, Hans? Ja, ik heb de zwemvliezen heb ik erbij allemaal gekregen. En dan is het net alsof dat je in het stadion zit. Kijk even mee, jongens, let op. Zien jullie het ook? Zie je het ook, René? Jan? Ja, ik zie het. Ja, klas, ja, leuk, man. En vind je het leuk of niet? Ja, tuurlijk. Sta je goed. Johan, vind je het leuk? Vergeet je niet mee te nemen, hè? Nee, dat is een echte virtual reality bril. Die kun je bij ons op de site kun je die gewoon kun je die kopen. En het is net of je erbij bent. Het is net of je erbij bent. Kan je met neuk ook gewoon om je hoofd doen, Hans? Dit is ook wel een brilletje voor de Dolle Duikavond, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Dat is een prima brilletje voor de Dolle Duikavond. Een beetje water in oor. Je hebt wel door dat je van lul staat nu op dit moment, hè? Ja, Wilfred, maar dat doe jij je hele leven al, dus ja. Dan voel ik het ook een keer. Wacht even, ik zet Jan en Wilfred wat zachter. En ik luister alleen naar René en Johan. Beste René en Johan. Hier is het programma van Fox Sports. Zaterdag. Heb je hem al? Zet hem dan voor. Ja, goed zo. Speciaal voor René en Johan. Zaterdag op Fox Sports 2. 3:30, René en Johan. Bayern München tegen Hoffenheim. En om 3:30, speciaal voor René en Johan. HSV tegen Dortmund. Ook live te zien, René en Johan op Fox Sports 6. Dan hebben we om 3:30 voor Johan en René, of René en Johan, je mag zelf kiezen. Hebben wij een van de betere ploegen uit de tweede divisie, getraind door John de Wolf. GVVV speelt uitstekend voetbal tegen AFC. Om 7:45 is het PSV, toevalligerwijs een oude ploeg van René, maar niet van Johan. PSV tegen Twente op Fox Sports 1. Zondag bij de tafel van Kees en Hans. En onder andere Michel Breuer. Iemand waar we heel veel respect voor hebben. En dan Wilfred, AZ Ajax. Dat is zondag om 2:30 op Fox Sports 1. En jij laat mij elke keer als ik het over Robert Muren heb, laat je me niet uitpraten. Begin je te lachen als ik zeg 2 verdedigende middenvelders in zijn rug. Dan deed hij het heel goed. Ja. Hartstikke en nu goed. Zegt voorpagina nieuws, Telegraaf, Gert-Jan Verbeek. Muren moet met 2 mensen in zijn rug spelen. Nummer 10. Ja. Piet Tol heeft met hem gespeeld. Wat zit je er nou wijsneuzerig bij te kijken? Ja, ongelofelijke lullenbijten dat je bent, man. Met deze informatie, man. Wat een onzin allemaal, zeg. Ga dan die lijstjes voorlezen. Ja, nee, wat een onzin allemaal. Lijstjes voorlezen vind je leuk. Maar als het inhoudelijk over voetbal gaat, haak je af. Ja, Hans. Het is zo moeilijk wat jij vertelt allemaal. Maar even dat lijstje nou. Kom op, want daar zitten we op te wachten met z'n allen. Dat is alleen voor Johan en René. Ja. Goed. Dus ik zet jou weer even wat zachter.
Ja. Lampenkap. Ja. Om 3 uur op zondag hebben we tennis. ATP 1000 finale uit Parijs. En dan om 16:45. En ik vind het leuk om weer terug te gaan naar de Vetkampstraat. En daar heeft Johan weer zijn jeugdsporen verdiend. Prachtige Vetkampstraat, mooi verbouwde stadion. Go Ahead Eagles tegen Feyenoord. En dan donderdag nacht is er een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor Argentinië. Want die staan op de 6e plaats. Die gaan uit naar Brazilië. Dit was het vanuit de Fox Sports Studios. Speciaal voor Johan en René. En Jan, wat was je vanavond verschrikkelijk vervelend. Tegen wie heb je dat? Tegen jou. Tegen jou, ja. Nou, dag. Dag Jan. Dag Jan. Ja. Eigenwijze pikken trekken. We gaan naar bondscoach Danny Blind toe. Jan, welke club hoort hier eigenlijk niet bij in dit rijtje? Ik kijk naar jou, Jan. Jij is Jan. Je zit te slapen. Ja. Maar ik volg niet wat Jan maar zegt, Hansie. Ja, je vraagt je af wie wel. Maar ga door. Wie denk jij dan? Wie moet er niet in het rijtje staan? Hoezo Hans? Wie wel? Nee, Jan. Ja. Hans, wie bedoelde jij nou dan? Ja, wie bedoelde je, Hans? Ja, laat maar lekker gaan dan, joh. Als jullie niet meedoen. Maar ik ben vanmiddag al... Heb je rol ook? Nee. Wat met je bojarten, gek. Ja, jou zou het niet staan, Jan, hoor. Gaan we nog door? Nou ja, dat moet je zelf weten. Ik ben vanmiddag gebeld door de eindredacteur van ons programma, jullie programma, Jan Nicolenius. Hou het sec, hou het kort en vooral niet afdwalen. Nou, bedankt, laat dan, je niet gek maken. Ja, de groeten, René. Ja, anders gaan jullie hoor. Hartstikke goed. Nee, we gaan morgen nog even doen. Nee, nee, nee. Oh, zondag, Fox Sport 1, 2:30, Feyenoord Twente. En om 16:45, PSV AZ, daar mag ik zelf naartoe. Om 20:30, de Supercup uit Duitsland, Bayern München tegen Dortmund. En om 22:00 hebben wij ook op Fox Sports, Sevilla, Barcelona, Spaanse Supercup. Hans, de groeten allemaal. Hans, nog één vraagje, want hier aan tafel is even de discussie over Jury van Gelder. En deze mannen vinden allemaal terecht dat hij gewoon weggestuurd is, dat hij niet terug mocht. Maar wat vond jij er nou van dan? Ik had hem altijd nog een tweede kans gegeven. Jij wel? Ja. Ja. Waarom? Ja, weet je, even een paar biertjes gedronken. Nou, en? Ik ken wel... Ja, even klappen, jongens. En morgen om 14:30 zit ik voor de buis, hè? Ik ook. Hans als coach van Linde, live op tv, Linde-Vitesse. Echt waar? Ja, Hans, ja. Live? Ja, ja, ja. Ook op Fox? Ja. Ook op Fox Sports 1, Wilfred. Ga je nog met giletjes gooien, Hans? Nee. Dat was ik de komende weken niet van plan, Johan. En ga je daar... Oh, wat makkelijk. Maar Jan Nicolenius, onze eindredacteur, neem ik ook niet meer serieus. Als hij dit in gaat starten... Ik kleed me erop op een serieuze crosstalk en dan krijgen we dit. De groeten. Maandag kom ik ook niet meer. Dag. De bedoeling is eigenlijk dat we dit het hele seizoen gaan doen. Maar ik weet niet of we dat gaan tuurlijk redden. Wel, natuurlijk. Joh, tuurlijk wel. Je denkt dat we dat gaan redden? Ja? Zeker. Volgende week? Zeker wel. Okay. 100%. Gaat hij dan zichzelf interviewen na die afloop van die wedstrijd dan of niet? Ik weet het niet. Nee? Ik weet het niet. Maar, ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben ook wel heel benieuwd inderdaad. Maar ik begrijp nou waarom hij zo gek was op Joke Bruis. Ja. Ach, begin alsjeblieft. Heb je niet gezien van de week? Nee, Afrika junior? Die had grote memmen, joh. Hoe dat ook, van die grote memmen, ja. Van die knoppen, zei je dat nou? Ja, ik hoor hem allemaal dingen zeggen. Wat is dit allemaal? Nee, maar Joke was echt een wereldwijf, joh. Ja. Ja. Nou, echt een tof wijf. Het is nee, maar Hans, het is Hans wat... zegt tegen mij... Hans zegt, in dat huis had je nogal dunne wandjes... En dan kwam Jan en Joke op mij passen. Hans was toen een klein jochie. Ja. Hij zei, en dan ging Joke bovenop Jan zitten. En dan schreeuwde hij het hele huis bij elkaar. Ja, heb je het echt niet gezien? Ik weet niet, heb een klein stukje voor. Dan kunnen we even kijken. Of niet? Joop van Dalen of Joke Bruis, die paste op jou als jouw ouders er niet waren. Ja, ja. Maar ze konden een keer allebei niet. Door het selectieve geheugen van Jan Boskamp is hij dat vergeten. Joop kon niet oppassen. Joke kon niet oppassen. Nou, Jan... De treinknecht is toen benaderd door mijn vader. En die heeft toen de hele koelkast leeggevreten, die avond. Die heeft die hele koelkast leeggevreten, maar mijn vader wist niet dat Joke uiteindelijk toch nog kon. Dus, nou ja, ik heb dus... Dat heb je met die dunne wandjes, dan... Met die dunne wandjes... Krijg je alles mee, hè? Ik heb dus Jan...
heel ondeugend een klein beetje op Joko zien liggen. Ik denk dat Jan hier heel erg blij mee is met deze ontboezeming. Ja. Ja. Ik zie het niet voor me. Dat is dus in dit huis gebeurd. Ik denk dat Jan ervan gaat schrikken. Dat heeft Jan nog nooit gehoord. Dat weet ik wel zeker. Maar het is wel zo. Je hebt er volop gelegen, Jan. Ja, Jan. Ik denk dat ontkennen geen zin meer heeft, hè? Op een gegeven moment. Dan houdt het op, ontkennen, toch? Nou, er is helemaal geen jeet wat in. Maar als hij te veel vogelt, hè, dan word je dement ook, denk ik. Hè? Ja. Ik denk dat Hans je een probleem heeft. Ja? Vogelt hij te veel? Echt. Nee, zonder dolle. Er is helemaal geen jeet. Ik wou dat ik het gedaan had, ja, dan meen dat ik echt. Je. Want het is echt een lekker wijf. Ja. ik heb nooit opgepast op hem. Want toen ik kwam naar Feyenoord... Johan weet dat. Hier heb je dus... Jij weet ook de kantine. En daar had je oma Henk Bos. En links woonde Corvel toen. Weet je wat nou het lullige van een verhaal is? Hans heeft hetzelfde als Wim Suurbier. Dus hoe vaker hij dat verhaal... Op een gegeven moment gaat met dat potje en zo ook. Dat gaat ik heb dat verhaal over dat we achterin gingen zitten in een auto. Dat heb ik nooit met Wim Suurbier gedaan. Dat heb ik een keer met een ander gedaan. Maar die andere, die kan ik niet bij dat verhaal betrekken. Want die kent niemand. Hoe meer je uit gaat leggen wie die gozer is. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd dat het met Wim Suurbier was. Maar dat was helemaal niet waar. Maar die Wim heeft nu zo vaak met dat verhaal geconfronteerd... dat hij zegt tegen mij, dat was wat hij toen we achterin gingen zitten. Daar was hij helemaal niet bij. Daar was hij helemaal niet bij. Maar die zijn in dat verhaal gaan geloven, Hans ook. Speler van de week, daar komt-ie. Ja, Hansie, wie koos jij? Ik had El Amadi en dat is na de wedstrijd makkelijk zeggen. Maar ik had het in de rust al doorgegeven aan Tom. Dus ik had er wel een beetje kijk op, denk ik, die eerste helft. Maar wat ik mooi vind aan... Dat zeg je van jezelf? Ja, zeg ik wel van mezelf, ja. Want aan deze tafel krijg je nooit een wij hebben ook graag dat mensen die hier aan tafel zitten... een speler serieus beoordelen, ja. niet op een halve wedstrijd. Nee, maar goed, na een halve wedstrijd wist ik het al. Maar wat ik mooi vind aan El Amadi, er zijn maar weinig middenvelders die... geweldig zijn in balbezit, want je geeft hem de bal en hij gaat altijd naar de goede kleur. Hij kan kort wegdraaien, met hem kom je aan het voetballen. Zo snel mogelijk die achterste vier bij hem inleveren. En bij balverlies is hij ook de allerbeste. De manier waarop hij afjaagt... Nationaal. Ja, bij Feyenoord. Ja. Ja. Bij Feyenoord. Ik vind hem in balbezit en balverlies echt geweldig. Ja, nationaal. Nationaal, ja. Bij Feyenoord. Ja. Ja, nationaal, ja. Waarom zeg je elke keer nationaal? Nou ja, omdat het verschil natuurlijk, als je internationaal ziet, dat is toch even een andere koek. Ja, nationaal. Laat je niet opnaaien. Ja. Je bent echt een nationale paardenlul, ja. Maar dat heeft toch precies 35 minuten gekost voordat dat er weer uitkomt. Dat is heel nationaal. Dat is een nieuw record. Ja. Een nieuw nationaal record, heel goed. Ja, als PSV de confrontatie met Ajax wint, worden ze kampioen. Ik vind PSV echt meer hebben dan Ajax in de selectie. Als we het toch al over rehabilitatie hebben... Mooi woord, Hans. Mooi woord. Ja. Ik denk niet dat ik er nog een keer uit kan spreken. Dat ga ik ook niet nog een keer doen. Nee? Bruma. Die heeft zich ook wel even... Dat hebben we hier na besproken in een vorige uitzending, Hans. Ik zie niet elke uitzending, Johan. Nee, maar dan kun je het gewoon terugkijken. Dan hoef je niet alles te herhalen. Nee, maar als ik één keer in de twee weken met jullie zit... dan als ik een keer een avond thuis ben... ga ik niet nog een keer naar jullie kijken als je het meer vindt. Nee, maar we hebben datzelfde gevoel. Als je geweest bent, dan is het weer even mooi geweest. Laat je nou niet gek maken, Johan. Jij bent hetzelfde haar als die keeper van AZ. Kan je ook zo'n dingetje op je hoofd maken? Ik kan wel, ja. Ik had vroeger een heel geil knotje. Heet hij ook Josje, die jongen? Ja, waarschijnlijk wel. Nou, even, ten opzichte, in het kader van die vinger nog even. Heb je gisteren aan die schilder nog gezien bij Ranking the Stars, of niet? Nee. Maar dan zou ik bijna willen zeggen, dan heb je de één vinger niet genoeg. Ja, we kunnen het fragment niet twee krijgen. Handen. Nee. Paul de Leeuw wil het niet zou afstaan. Zou daar ook het Nederlandse gezegde van afkomen van met een natte vinger? Dat zou heel goed kunnen, maar... Nee, maar Annie was enthousiast, geloof ik, hè, over jullie ontmoeting destijds. Ja, gisteren bij Ranking the Stars en helaas mogen we het niet uitzenden, maar... Maar wat is er gezegd? Nou, dat ze heel enthousiast was over die nacht met René. Dat het wel een dikke verdiende was. Nee, maar Hans, kijk, jij neemt mij... jij neemt mij niet serieus, maar ik kan likken als Rintintin. Annie wel. Dat? Ik kan likken als Rintintin. Lekker, man. Nee. Ja, maar dan weet Hans zijn zus toch alles van. Likken. Heb jij nooit wat mee gedaan, hè, met mijn zus? Ja, nee, geen goed. Ja, ik weet heel zeker, hè. Ik heb nou een jaartje of 9 meegelachen. Jij hebt nooit aan mijn zus gezeten. Ah.
echt niet. Had hij jou kapot geschoten? Ik nee, 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 nee. Ja, de jouw kon... vader, nee, je vader vond het helemaal niet erg. Ik kost 45 in. Ik wil jou een keer zien dippen. Ik snap geld. Ik snap alles. Maar als jij het Nederlands elftal, als jij coach van het Nederlands elftal bent, dan ben jij eigenlijk verplicht om in een stadion te spelen met het beste veld. Ja. Het Nederlands elftal moet in een stadion spelen met het beste veld. Dat is de Kuip. En dat is de Kuip. En als je dan in die arena ziet, die mensen uitglijden, dan weer dit, dan weer een nieuw matje erin. Ja, maar nee, waarom spelen ze in de arena? Dan kan de KNVB de gasten beter ontvangen. Dat weet ik wel. Maar het zou om voetbal moeten gaan. En de sfeer in de Kuip is niet te overtreffen. Ja, maar het is, als jij in de Kuip speelt, hè, daar heeft het ook mee te maken. Als een wedstrijd in de Kuip om 9:45 is afgelopen, in een volle Kuip, en je moet de volgende ochtend om 7:30 op je werk zijn, dan haal je dat niet. Dan sta je nog in de file daar. Dan sta je echt nog in de file. Hey Hans, dat is echt. Er gaan twee auto's per half uur op het stand. Bij die arena sta je ook waar, heel lang voor. Hij weet niet waar hij het over hebt. Hij weet niet waar hij het over hebt. Ik weet wel waar ik het over heb. Hans, jij weet totaal niet waar je het over hebt. Ik weet totaal wel waar ik het over heb. Hans, jij weet totaal niet waar je het over hebt. Want ik doe al die interlands. Dus ik ben in die Kuip na een interlands. En dan, René. Hans, ik ben naar Ajax Feyenoord geweest. Ja. En toen heb ik mijn auto in die parkeergarage gezet. Weet jij hoe lang het duurde voordat ik op de Rijksdag zat? 1,5 uur. Weet jij hoeveel mensen naar de Kuip met fiets, brommer, openbaar vervoer gaan? Ja. Ik zeg jou meer dan 95%. Maar ik zeg jou... 5% gaat maar met de auto. Ja, maar bij Ajax gaat bijna iedereen met de auto. Want die hebben toeschouwers uit Tiel, uit Arnhem, uit Wageningen, uit Veenendaal. Ajax erger, hoor. Veel erger. Hij weet niet waar hij het over hebt. Je weet niet waar hij het over hebt. Wie komt er nou in het stadion? Ik zie jou nooit in het stadion. Nooit in het stadion? Jij komt niet vaak in het stadion. Hé, Hans. Nee, nu ben ik even aan de beurt. Nee, nou laat je me ook even uitpraten. Nee, wat wij heel graag willen weten is... Hoe zijn de parkeerproblemen bij PSV? Je hoeft er helemaal niet... weet je, dat is een van de problemen bij Feyenoord. Als Feyenoord 2 uur na afloop sta je nog in de file. En na 1 uur rij je zo naar huis. Ook, Hans, maar, die vinden bij Ajax ook een ramp. Het is gewoon... Twee uur na de wedstrijd bij Feyenoord... ziet Vincent Bijlo kans om op de A16 te komen. Zonder probleem. Daar rijdt er niemand meer. Daar moet er gewoon gevoetbald worden. Maar daar ben ik niet met je eens, Hans. Want je moet natuurlijk ook nog wat mensen overhouden voor de rennende rukker. Ja, die rennende rukker, Heb jij je wel zoveel... Dat je al rennend rukt? Ja. Maar die is... Hoe je dan zweet voor je voorhoofd mee. Dat gaat niet. Linkerhand. Dan moet je hem loslaan. Oh ja, tuurlijk. Ja, doe je dat nooit dan? Rennend rukken. Niet wel zwemmend. Maar leuk dat meisje in Muiden een klap op zijn bek gaf. Ja. Ja, dan kom je de eerste half uur niet klaar. Hij kan niet terugslaan. Ik ken hem helemaal niet, de rennende rukker. Ik ken het verhaal niet van de rennende rukker. Je moet wel een beetje de goede kranten lezen. Rennende rukker, wat vertel jij even? Nee joh, dat gaan we niet uitleggen. Nou, die man die rent achter meisjes aan, masturberend. Ja. Oké. En het was een man van omstreeks de 55 met een koepselij. Ja, ik bedoel, ik ben 55, ik heb mijn eigen kleur, dus ik zal niet geweest zijn, joh. Ja, en dat meisje zei een heel klein piepie, dus het zou jou wel geweest kunnen zijn. Het is onmogelijk, het is onmogelijk. Trouwens, Hans Kerk... Dan zit het rennende rukkertje. Het rennende rukkertje. Maar, Hans, dat vindt, dat, jammer dat we dit soort onderwerpen nooit in dat programma Voetbal in de Mist hebben gedaan. Ja. Nee, maar dan zou dat bad gaan, toch? Dan was dat bad gebleven. Nee, zeker. Nee, maar dat kan niet geweest zijn. Sofie zegt, bij jou kunnen de 2 duiven op en dan mogen ze nog fladderen ook. Dus dat kan ik niet geweest zijn. Je moest het toch even rechtzetten, Hans. Nee, niet maar. Ik zit gewoon even te vertellen dat gewoon die spelers allemaal zo... verontwaardigd zijn. Die zijn allemaal boos op hun trainer. Ja, zorg dat je bij de beste 5 zit. Dan sta je erin. Waarom moet deze jongen verontwaardigd zijn? Dat Boymans en Haller spelen. Nou, die spelen dan eventjes. En dan kom je erin, dan maak je geen goal, dan ben je blij. Ja. Maar het is altijd maar de schuld van die... Ik zit gewoon in jou te kijken, Hans. Ja. Met open mond. En ik vind dat je... Je hebt gelijk. Maar die verontwaardiging... Chapeau. Nee, maar dat is een beetje... Dat is ook een beetje de tijd. Ik bedoel, ja... Maar als trainer moet je dat allemaal maar accepteren. Meneer Kuit, die Morten Brands schreeuwt, omdat hij gewisseld wordt. Ik kan me voorstellen... Morten Brands, als Kuit loopt te zeuren in de krant dat hij gewisseld wordt... Ik kan me voorstellen, een jongen
Nee, maar over Kuyt mag je niks zeggen, ik want zeg die moet je zondag weer interviewen. Nee, dan zeg je nee maar over. Daar word ik zo moe van voor jou. Dat is zo zeikerig voor jou. Ja, daar word het ik maakt zo moe mij van. Helemaal niks uit. Nee, nee. Kijk, ik kom niet je houdt overal rekening nee, mee, man. Ik hou helemaal nergens rekening mee. Jullie hoeven nergens rekening. Jullie kunnen hier maar onder je snor uit en met een sigaar uit je oor... kan jij maar gaan lopen blazen over iedereen. Jij komt toch niemand tegen. Nee. Ik kom ze allemaal tegen en ik kan gewoon eerlijk over ze zijn. Ja, maar Dirk Kuyt hoor je niet te wisselen, dat zeg jij. Dat zeg je eigenlijk. Dat zeg ik helemaal niet. Ik interview hem na afloop en ik vraag aan hem. Ik zeg van, veel kansen gehad, Wel, het had er lang klaar moeten zijn. Eén dingetje nog, je bent gewisseld. Ze hebben voor diepte gekozen, Bilal. Toornstra op je plek gezet. Hoe komt dat aan? Dan had ik verwacht van, nou, ik ben het helemaal eens met de trainer. Nee, ik ben het hier totaal niet mee eens. En nou? Dat ga ik die trainer eens even vertellen. Maar hij vindt de trainer geen lul. Nee, maar dat mag je niet zeggen. Maar, nee, dat maar, mag je niet zeggen. Nee. Dirk, die altijd naar buiten komt van het elftal is belangrijk en de punten. Nou, nu, en dan zegt hij een keer wat. Ja, hij zegt het gewoon eerlijk, toch? Ja, maar wacht nou even. Laat me godverdomme even uitpraten, Kraai. Met een geblij van hij verstaat je niet. Hij verstaat je niet. Dan komt het door. Nee, maar Dirk die zadelt de club met een heus probleem op. Het niveau zal nu nog verder omhoog gaan, want we schakelen over naar Zwolle, naar Hans Kraaij junior. Bij de wedstrijd PEC Zwolle tegen Utrecht. Hans om er gelijk met de deur in huis te vallen. Allemaal gelul over Joke Bruijs. Oh, hebben jullie Jan al verteld van Joke Bruijs? Ja, hij zit hier naast ons en hij roept, ik wou dat ik het gedaan had, ik wou dat ik erop gelegen had, maar het is niet gebeurd. Nou, dan denk ik toch wel dat jullie zo meteen, of misschien is het al gebeurd, dat Johan het plekje weet waar het is gebeurd. Bij Joke of... ja, zoiets. Ja. Nee, we hebben net de beelden laten zien, Hans. En toen heeft Jan gezegd, ik wou dat ik het gedaan had. Jan zegt het zelf maar... Niet wat? Waar, toch? Niet waar. Ja, weet helemaal niet, man. Wat? Nee? Nee. Gelul gewoon. Ja, natuurlijk is het gelul. Toen ik kwam bij Feyenoord, waren jullie al weg. Want er was Corvel toen. Hey, hoor je dat, joh? Ik heb een hele slechte lijn, Jan. Ja, dat weet ik. Ik weet wel dat je doof aan het worden bent. Nee, ik zweer niet, ik wou echt dat ik het gedaan heb. Ja. Maar, want het is echt een heerlijk wijf. Maar het is niet zo. Nee. Wacht even, Hans, even voor jou, inside information. Volgens Jan had ze wel hele grote memmen. Wat had ze? Dat was jouw oppas, toch? Ja, zeker. Maar mijn bazen van Fox Sports hebben gezegd dat ik eventjes het programma van Fox Sports duidelijk moet maken. Dat is wel joh. Wat een onzin. Jongen. Zeg aan je bazen. Helemaal rotte op, joh. Nou. Ja, van die kutwedstrijd. Tussen al het ordinaire gedoe van jullie. Dit is het programma van Fox Sports. Hans, je zegt van alles nu op dit moment. Wat zei je allemaal, Hans? Ik zorg ervoor. Matchfixing, dat soort dingen, moet gewoon uitgebannen worden. 8-0 gewonnen, morgen tegen Hoek, 2:30, Dovo, met z'n allen er naartoe. He? Helemaal goed. Hans, succes. Morgen. Ja. Tot later. Ja, dag. Lul. Maar dan gaan we over naar Hans Kraaij junior in de studio van Fox. Ben je blij, Hans? Ik ben hartstikke blij. Waarom? Nee, dat vroegen we ons gewoon af. Want? Hey Hans Kraaij. Johan Derksen. Waarom ga jij met zo'n chagrijnige kop op die cover staan? Wil je dat het blad niet verkoopt of zo? Valt er wat te lachen dan met Wilfred de afgelopen 12 jaar? Die heeft mij gewoon 6112 keer onderbroken. Als ik serieus over voetbal praat, gaat hij naar de reclame. Of hij geeft jou het woord. Dat begrijp ik nog wel, ja. Ja, en ik heb één keer met een jasje gegooid. Ik sta vanmiddag onderweg naar de Fox Sports Studios te tanken. Komen er weer 5 aangeschoten jongelui van... kan je nog één keer met je jasje gooien? Nou, één keer nog dan. Leuk, Wilfred. Ja, nee, lachen. Ja. Lach maar. Ja, nou, dus daarom lach ik niet. Nee. En trouwens, Johan... ik was voor die fotosessie was ik geen eerste keus, geen tweede keus, geen derde keus. Gert-Jan Verbeek en zijn vriendin waren gevraagd. Jan Boskamp was de eerste keus. Nou, die had geen tijd vanuit België. Valentijn Driessen kon niet. Nou ja, toen heeft Wilfred onder het mom van... Hallo vriend, zou het uitkomen dat je over een uurtje of 5
meedoet aan een fotosessie. Jij belde hem om 1:30 s'nachts. Nou ja, maar ik kan me best indenken als Wilfred bij jou terechtkomt dat hij in paniek geweest is. Ja. Ja, inderdaad. Nou, maar ik moet je eerlijk zeggen, bedankt daarvoor, Hans. Je bent een echte vriend. Dus dat heb je nu wel even laten merken, inderdaad. Ja. Dat laatste geluid was steeds slechter, Wilfred. Ja, nee, dat moeder had ik al, inderdaad. Ja. Maar ik neem aan dat er toch wel iets op Fox gebeurt ook. Of die wedstrijd bijvoorbeeld met Willem II. Als ik het mag laten zien, een superleuk programma. Het is Go Ahead Eagles. Daar schakelen we mee op Fox Sports 1. Go Ahead Eagles, Willem II. Is zojuist 0-1 geworden door een goal van Schuurman. We hebben RKC tegen de Graafschap. De Graafschap begon voortvarend. Maar twee ongelofelijke krokettenballen van die keeper van de Graafschap, Bednarek. En het is 2-1 voor RKC. Dan hebben we goed nieuws voor jou. Want Cambuur tegen NAC. Oh, net op het moment dat ik het zeg, maakt NAC 1-1. Nee. Ah. Het is echt, ik wou zeggen goed nieuws voor jou. Het is 1-1 voor Cambuur. Het is 1-1. Nou, dat is jammer. En nu 1-2. Ja, het is 1-2. Dus dat... Maar wel een schitterende goal van Van der Streek. En dan schakelen we ook nog, Jan, want jij bent hier wel in geïnteresseerd, naar Red Bull Leipzig, die vorige week wonnen bij Leverkusen, die nu 3 punten voorstaan op Bayern München. En ze staan inmiddels met 1-3 voor bij de moeilijke uitwedstrijd bij Leipzig. Met een prachtige goal na 18 seconden voor Red Bull Leipzig. Jij kent hem, Nabibi Keitata. Een bal van 1,40 meter. En Rudwig Leggenheigen, die maakte namens Freiburg met een schitterende kopbal 1-1. Met een prachtige assist van Karl-Heinz von Hintenfieken. Dus dan hebben we dat een beetje allemaal bij elkaar. Dus er gebeurt van alles. Hans, mag ik nog één ding aan je vragen? Wat is dit nou toch allemaal? Hallo Hans. Johan. Ik zag in ons nieuwe blad staat een interview met jou. En dat jij zo'n bloedhekel hebt aan die trainer van de Graafschap. Nee hoor. Waar komt dat vandaan? Nee, ik heb daar absoluut... Staat dat erin? Ik heb... Nou, dat is een vrij schokkend stukje, ja. Schokkend stukje? Dat die jongen bijvoorbeeld een week wakker gelegen heeft toen jij daar technisch manager dreigde te worden. Ja, nou dat klopt. Ja, nee, ik heb met Jan Vreeman gevoetbald, Johan. En een uitstekende centrale verdediger. Zij vonden toen dat Simon Kistermaker en ik iets te close waren. Daar waren zij een tikkie jaloers. Hadden ze niet helemaal ongelijk in? Nee, hadden ze niet helemaal ongelijk in. Heb je weer gelijk in, Johan. En we werden toch desondanks ongeslagen kampioen. En met 11 gespeeld, 0 punten in de Eredivisie, heb ik hem nogal positief benaderd en bejegend in jouw programma, in jullie programma en hier en overal. Ik kom er niet doorheen bij Jan, dus ik heb gewoon geroepen van Jan heeft niks met mij en ik heb niks met Jan. Dus voor de rest niks aan de hand. Ik wens hem alle succes. Ik hoop dat ze vanavond winnen. Ja, nou. En heb je nog een programma voor het weekend? Of zeg je van nou, dit was het wel? Nee, daar ben ik hier eigenlijk voor volgens eigenlijk mij. Eigenlijk wel, ja. Johan, jouw favoriet? Hij moest onder een paard hangen. Nou, zo heb ik mijn pink gebroken. Maar heb je die trouwringvinger gezien? Ik ben van het paard geflikkerd in Ameland. Op Ameland? Op Ameland. Ik wilde van die stijgbeugel af. Ik vond het al vervelend dat ik 1,5 uur op zo'n breed paard moet. Hoog is dat, hè? Nee, hij was breed. Ik had het idee, dus na een kwartier zegt ze... Weet je zeker dat je op een paard zat? Nou, ik... Ja. Ik hoorde wel van, zou je eventueel... Nee. Nee, ik ben er... met afstijgen ben maar ik... Maar je moet niet van die rare dingen doen in de vakantie, man. Nee, vond ze leuk. Vond ze veel leuk. En ik denk, ja, weet je... Ik krijg er vanavond weer een keer wat van terug, waarschijnlijk. Maar ja. Van het paard geflikkerd en mijn vinger die zat in mijn horloge. Nou, dan moet je hem vanavond een keer bij Sophie gewoon heel zachtjes zo... En dan is het lekker warm ook. Ja. Blijft hij lekker warm, oude reus. Ik voel me hier niet meteen. Nee. Hans Schrij in de studio van Fox. Hans, hoe gaat het met je? Ja, goed. Leuk dat je het vraagt, Wilfred. Ja, nee, maar het is oprecht gemeen. Hoe gaat het daar? Je stond er al even, toch? Of niet? Alles zit goed? Ja hoor, ik stond er al eventjes. En, we hebben een heel leuk programma vanavond. Excelsior en ADO Den Haag. Dat zijn... Twee van de vier koplopers, daar staat het 1-1. Leuke wedstrijd. En we hebben een volledig programma in de Super League. Met onder andere Graafschap dat met 2-1 voor staat tegen Jong Utrecht. Eindhoven 0-1 voor bij RKC. NAC MVV, dat is een aantrekkelijke wedstrijd, 1-1. Dus het is een, en Cambuur dan? Wat staat Cambuur? Cambuur, dat speelt... Even kijken. Dordrecht-Cambuur. Ja. Dordrecht-Cambuur, is het 0-0? Even kijken. Ja, ik ga eens even kijken.
Ja. 0-0. Oké. Okay. Hey, Castaneer heeft gescoord, begreep ik, hè, voor ADO alweer. Ja, Castaneer die heeft voor de derde op één volgende keer gescoord. En een mooie goal ook. Dus het is goudhaantje voor ADO Den Haag. Ja. En wat is er nog meer dit weekend? Ja. Zal ik het kaartje even op gaan lezen? Moet je doen, hoor. Ik pak hem erbij. Daar komt hij. Zaterdag om 4:30 hebben wij Spakenburg tegen Hardenburg. Dan PEC Zwolle tegen PSV. Wat is er? Nou ja, nee, niks. Spakenburg tegen Hardenburg. Hardenburg. Ja, maar... ja. Oh, sorry, Hardenberg. Ja. Je hebt je bril niet bij je. Zit je te lachen, Wilfred? Ja, nou ja. Is het een grote fout dan? Nee, maar je hebt je bril niet op, denk ik. Maar wat zei ik dan? Hardenburg. Oké, doe de kaart maar weer terug dan. Dan gaan we verder. Dan is het PUC Zwolle tegen PSV. UX tegen Willem II. Utrecht tegen UZ. En Heracles Ulmelu tegen Feyenoord. Nou, dan gaan we maandag weer verder. Ja. Ik ga weer aan mijn werk. Nee, die moet je opnoemen. Cambuur de Graafschap stond daar nog. Ja, en maandag hebben we Cambuur de Graafschap en Dordrecht NAC. En ik weet dat Gert-Jan van Beek gaat naar FC Astoria. Wij hebben Carl Zeiss Jena. Daar schakelen wij mee tegen Bayern München. Daar is na 2 minuten al 0-1 door Lewandowski. Lewandowski. En wanneer kom jij weer, Hans, bij ons? Als ik zin heb. Maar Johan en René zijn de laatste tijd zo vervelend tegen mij... dat ik denk dat ik voorlopig even niet kom. Oké, okay, dus we zien je maandag weer. Tot dan. Goedjes. Tot maandag. Maar wat wil je weten? Ja, weet ik veel. Wat wil je vertellen? Ja, dan pak ik even de kaart erbij. Wacht nee, even. Nee, laat die kaart maar zitten. Nee, ik pak hem erbij. Ik heb hem. Wilfred? Je moet tegen John de Wolf morgen, hè? Ja. Ja, toppetje. Morgen om 4:30 live op Fox Sports 1. FC Linde, het mooie FC Linde tegen het mooie GVVV van John de Wolf. Die twee... En dan om 6:00 hebben we de Eredivisie. Zeg maar. Valentijn, zit jij nou gewoon dwars door die kaart heen te praten? Ja. Hey. Nee, Valentijn vertelt dat jullie morgen gewired worden. Klopt dat? Met een microfoontje? Dat jullie allebei worden wij? Jullie worden, krijgen allebei een microfoontje op? Of is dat, ja? Ja? Is dat waar, Hans? Gewired. Morgen microfoontjes op? Ja, de directie van Fox Sports vindt het leuk om een keer te kijken hoe dat gaat. Dus ik hoop, ik zal John waarschuwen dat hij zich een beetje gedraagt langs de kant. Ja. Maar het wordt zo warm. Ik sprak John vanmiddag, hij zei het wordt zo warm, maar hij kan tenminste niet met zijn jasje gaan gooien. Dus dat scheelt. Maar even terug naar de kaart. Laat hem nog een keer zien, paardenlul. Dat is niet handig, dit. Ja, dan moet je hem lachen als iemand een bal tegen zijn hoofd rijdt. Oh, dat is jouw humor. Ik heb een keer met Pieter Cruijff gehad, die assistent trainer van mij. Pieter Cruijff. Ja, die werd ook neergeschoten. Die stroomman. Ja, nee, de hoofdtrainer. Nee, die stroomman. Nee, ja, die werd neergeschoten. Jij verdiende de poen, hij bracht zijn salaris of zijn diploma in. Drie dagen na de wedstrijd zat hij nog in de dugout voor de tegenpartij. Die was helemaal toteloos. Frans Adelaar hebben we ook nog. Die was voor je dan ook leuk waarschijnlijk, of niet? Oké, ik wens je succes en laten we weer winnen. Godverdomme. Man. Die vind jij nou weer leuk, ja, hè? Ja, jij mag lachen. Maar Frans Adelaar, zijn haar zit nooit in de war. Nee, maar nu wel inderdaad, wel. Ja. En daar was je ook het meest boos over, heb ik later gehoord. Hè? Dat hij die bal op zijn knak kreeg, dat vond ik niet zo erg. Ik was best wel hard gauw, als je het zo zag, hè? Ja, maar dat is van die voetbal. Oké, okay, succes aan het en dan schoppen ze. Dat is echt hard, dit, hoor. Ja. Ja. Hey, maar als ze jou een bal tegen je hoofd doen, dan is die bal lek van al die haren van helemaal... Er zit een soort helm op, keihard, hè? Ja, er zit een soort helm. Ja, jij hoeft nooit een helm op de brommer. Nee. Nee, jammer dat ik geen brommer heb. Stijn, waar... Net klaar met de interviews op het veld. Dat doe je met aanvoerders, met Weghorst en met El Amadi. En ik had nogal haast, moest die tunnel in. En ik knal vol met mijn knijter op die stalen kutklep. Hij dikke advocaat niet uit de brand kunnen helpen. Dat hij die Ibrahimovic van een halfjaartje bij Feyenoord stalt. Ja. Nou, we gaan weer verder. Ja. We hebben ook nog natuurlijk weer de kans op kaarten. Heb je 09:09. We gaan weer verder. Dat slaat toch helemaal nergens op. Hoezo slaat het helemaal nergens op? Dat slaat echt helemaal nergens op. Als je jongens multimiljonair. Ja, hij hebben daar bij Feyenoord hebben gehad. Ja, hij moet lekker in Italië gaan spelen of in Engeland. Ja. Dan schiet hij er geen bij Feyenoord. Maakt hij nog 20 goals in het tweede seizoen. Ja, we hebben een programma, we worden serieus. Ja. Maar je zit weer te raaskallen of hij in de Fox zit. Ik vraag helemaal niks aan jullie. Ik vraag aan René, kan die niet even zorgen dat die Ibrahimovic eventjes een proeftraining bij Feyenoord doet? Nee, dat heeft geen zin. Nee. Maar is je nog iets opgevallen? Iets misschien met de coach van de Zwitsers? Is dat jullie nog opgevallen of niet? Nee.
Deed je niet aan iemand denken bij jullie? Dat nee, je denkt van, nou, hé, die ken Hansi ik, die komt maandag weer. Hansi Kraaij. Hansi Kraaij, hè? Ja, Hansi Kraaij zat daar. Kijk, daar staat Hansi Kraaij gewoon langs de lijn. Dat, ja. Is maar gooien ze wat? Gooien ze met haar BH'tje dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar Hans die blijkt daar toch andere functies op na te houden. Dat wisten wij niet. Die moet wel heel veel fantasie hebben. Wil je hier Hans Kraaij in zien? Kijk, nou, we hebben beeld uit de tweede helft. Dan wordt ze op een gegeven moment boos bij dat doelpunt. Moet je even kijken, dan zie je het echt meteen. Hier, kijk, daar, helemaal geplaatst. Boost, kijk, boost is ze. Ja. Hè, 3-0. Is het leuk, hoor. Ja. Nee, het wordt zo'n avond. Ja, zo'n avond. Al die filmpjes komen lachen. Gewoon video's. Hoopvideo's. Ja. Maar jij hebt toch ook nog een relatie met Bridget gehad. We hebben foto's van jou met Bridget uit 95 of zo. Hier, dit ben jij met Bridget, toch? Ja, dat goeie klopt. Foto trouwens. Was jij toen homo, Hans? Ja. Zit je nou hard te lachen? Ja, je vind het. Ik vind hem leuk gevonden. Vind je het leuk gevonden? Ja. Deed je je toeperen? Nee. Laat die foto doen. Ja, één keer. Wat kijken. Ja, dit is een er leven twee vogels in je in dat haar, joh. Jij lijkt ontzettend op die gozer die bij Harry Mens zat, volgens mij. Is dat, of zie ik dat verkeerd? Ja, toch? Nee. Wat? Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik heb Hans aan het werk gezien bij Brighton. Hij was daar waanzinnig populair. Ja. Want ik liep met Barry Hughes buiten, we waren iets te laat. En de wedstrijd was al bezig. Maar dat Hansie in Engeland, hij was, ze vonden jou echt een leuke speler. Dus dan maag ook het vliegverkeer anderhalf uur stil, hè? Als Hans, ja, nee, levensgevaarlijk. Die lange ballen gingen. Ja, die hadden allemaal van die hele hoge torens met rode lampen daar rond het stadion. Want Hansie staat in de basis. Nou zegt Johan gewoon voor het eerst in zoveel jaar iets leuks. En dan moet jij dat weer gewoon bagatelliseren. Ik wilde daar wel enige nuance aan brengen. Want dit is volgens mij de 25e keer dat Johan deze anekdote verteld heeft. Dus eigenlijk is het een jubileum vanavond. Maar ik moet echt zeggen, maar alle 25 keer heb ik ervan genoten. Ja, ik merk het aan. Je moet af en toe ook wat leuks over die jongens zeggen. Ja, maar het is steeds hetzelfde verhaal. Kijk, want zaterdag krijgt hij weer op zijn kloten met Linde. Dan is het ook weer kommer en kwel. Is inmiddels, maar ik moet je nog één vraag stellen. Ja? Heeft die dorpskapper in Linde een diploma? Wat is er mis met mijn haar, Johan? Nou, je hebt zo'n tondeuze hoofd, hè? Je hoofd. Ik doe er alles voor om die 24-jarige jongeren... En die bruine spoeling erin? Nee, nou, dat zal ik jou zeggen, Johan. Er is er zit hier, de man met een vogelnest op zijn hoofd, maar... Nee, maar... Nou, hey, ja, dat vond ik wel leuk van je. Ik zou dit vogelnestje niet met een blote kontenkapsel van jou willen ruilen, hoor. Maar wat is mis met mijn kapsel, Johan? Vind je niet leuk? Nou nee, ik vind het een beetje vreemd. Je hebt een beetje vreemd hoofd gekregen. Beetje vreemd hoofd gekregen? Ja, maar... Mijn vrouw raakt ervan opgewonden. We zijn de Dolle Duikavonden zijn vermenigvuldigd. Nee, hè? Ja, hoor. Nou, dan ga ik ook naar die kapper. Nog wat, daar gaan we morgen naartoe. Ik mag er morgen naartoe. Morgen wordt het grote Van Breukelen-show. Daar gaat Hans het uitleggen. Ja, daar gaat het gebeuren. We hebben het allemaal helemaal verkeerd gezien. Ja. Dick was altijd eerste. Ik heb de indruk dat Van Hanegem het ook al helemaal ziet zitten in Dick Advocaat. Zo, zie je... Die is er helemaal klaar voor. Die zegt, zo'n keuze, zegt hij. Nou, dat zegt hij niet helemaal, geloof ik. Hij zegt, onbetrouwbaar, is weggelopen, is verantwoordelijk voor... Nou, het is natuurlijk heel raar dat iemand die iedere werkgever voor geld in de steek laat... dat die zo weer als reddende engel binnengehaald wordt. Maar ik moet ook toegeven, het alternatief is er niet. Kijk... Hans Kraaij junior is zit hij. Ja, dat zou gekund, ja. Dat we een nationale Dolle Duikavond hebben. Ja, oh, dat zou leuk zijn. Doe je dan ook mee, Wilfred? Buiten de deur? Nee, dat doet Wilfred niet. Nou, oké. Nee. Maar goed, dan moet ik hem toegeven. Nee, maar Wilfred is een hele correcte, nette man. Ja, met een bakfiets. Krijg er ook erachteraan. Maar even terug naar... Wat? Met een bakfiets. Met een bakfiets? Wat is dat dan? Heb je thuis een bakfiets? Ik oh, dat trendy geleuter? Nee, niet trendy. Gewoon met de kinderen. Kinderen die bakfiets? Met de kinderen die bakfiets, oh, ja, ja. Oh, jee. Klef. Dakje erop ook zo. Breng ze gewoon met de auto naar school. Belletje. Ja, nee, goed beetje allemaal. Van jouw lul rijden op zo'n bakfiets. En dan doe je dan ook geitenwolle sokken aan, sandaaltjes, als je lekker op dat bakfiets zit? Birkenstocks, inderdaad. Oh, altijd. Goed, van de Brom. Die schiet als eerste in de vlekken altijd. Als de paniek toeslaat, ja... Al die gasten waar jij mee moet lullen, zit je hier te verdedigen. Dan word ik altijd een beetje moe. Dat valt me wel op. Je moet hier geestelijk onafhankelijk zijn, dat valt me wel op. Dat heb ik niet van je verwacht. Johan weer met zijn afschuwelijke oude waterse stokpaardje. Wat maakt mij dat nou uit, met wie ik moet lullen? Bij Anderlecht was hij in paniek, gedroeg hij zich vreemd. En nu gaat hij weer rare dingen doen na een paar nederlagen. Anderlecht heeft het eerste jaar fantastisch gedaan. Eerste jaar, ja. Maar daarna niet meer. Ik vind het een goede trainer.
voetballer die gekke danser. Ik wil nog iets over Emmen zeggen. De ontlading bij die mensen toen die Arias in de 87e minuut 2-0 maakte. Dat is eigenlijk de eerste overwinning in de dat zei ooit. Net. Ja. Okay. Maar hij zit altijd na te praten als een soort papegaai. Wat is dat met die kraai? Hij speelde die historie met Zwarte Meer. Zei je hebt het even een uurtje volgehouden om niet vervelend te doen. Maar je begint nou weer jezelf te worden. Hans, roep maar iets ordinairs. Dan ben je beter. Dat heb je al gedaan. Verschrikkelijke paard. Maar ik hou even... G-O-D-V. Ja, die is goed, hè? Ja, G-O-D-V-E-R. Ja. Heel goed, Hans. Hij kan het wel, het spel. Ja. Je hebt ook nog eens dat soort spel. Nee, je hebt natuurlijk Funniest Home Video gedaan. Dat is heel iets anders. Ja. Dat doet nou een leuk meisje. Ja? Ja. Mis jij dat niet, Hans? Want ik kijk nog steeds natuurlijk. Ja? Ja, maar mis je het niet? Wie doet dat dan? Ja, een meisje. Oké. Okay. Maar toch niet zo goed als ik het deed, hoor. Nee, joh. Jij had dat vingerspitsencuffuur. Ja. Ja. Door als er een grapje was met een poesje, even te miauwen of zo. Maar dat had het programma echt nodig. Maar één ding, Johan. Mocht jij mij hier ooit wegkrijgen... Dan rij ik toch eventjes een keertje naar Grollo. En dan neem ik een paar hele grote jongens uit Ophemert mee. En die pompen jou helemaal in elkaar. Want dat wil ik dan nog wel één keer meemaken. Hey Hans. Nee joh, het ga je uit. Nee joh, laat jij haalt hier je pensioen, joh, gek. Ja, ja natuurlijk. Ja. Want waar halen we een nieuwe dwaas vandaan? Ja. Ja, we laten het even mijn vrouw vond je leuk, maar dat is ook voorbij. Ja. Wat zit je nou te kijken, joh? Ja, ik laat het even gebeuren nu. Het is echt gewoon een hele goede speler. Ja. Echt een hele hij gaat die bal op een gegeven moment maar ook heel snel. Maar waarom speelt hij dan bij Emmen, Henk? Of Hans? Henk? Alleen maar dat komt. Nou dat zal ik je vertellen, Jan. Gekke Henkie. Oh, gekke Henkie. Ja. Nee, dat begrijpen we weer, ja. Ik snap je er al. Hij zit te lachen. Ja. Nee. Waarom zit te lachen? Ik zit helemaal niet te lachen. Nee, ik zit keihard te lachen. Nee, jullie gaan nu samen in debat, zweetjes. Over Akko Jansen. Eerst Akko? Ja, nee. Niet dat er iemand tegen geïnteresseerd is. Geen op. Je hebt een vraag gestuurd. Ja, die ene gekke hebben die zit te kijken. Akko Jansen, kom op. Eerst spuit hij mijn jasje naar de Jan Tandjes. Dan hebben we Akko Jansen verder. Ja, Henk. Henk Rij. Ga je gang. Henkie. Kom op, Henk. Henkie. Maar je wilde wat tegen Henk zeggen trouwens. Maar... Oh nee, maar ik zeg tegen Hans van... Oh Henk, ja. Ik vind het ook een uitstekende speler. Wie? Amco Jan. Oh ja, zeker. Hele maar waarom speelt die jongen met zoveel talent bij Emmen? Zeg jij het eens, geen idee. Frits. Nee, dan is er wat mis met hem. Nou, maar waarom zou er wat mis met de moeke zijn? Nee, dit is niet. Ja. Ik heb even, mocht kraaien lastig worden, de spray heb ik meegenomen. Dus het is gewoon zo en... Dat is wit. Dus, even zo. Oké. Ja, succes. Het lijkt wel kerst. Ja, het lijkt wel kerst, joh, man. Ja. Je kan er echt mee los. Ja, dat is wel leuk. Ja. Gaat er zo weer af. Nee, ga er niet om lachen, want dit is mijn nieuwe jasje van Olie van Mende. Ja. Ja. Nee. Maar zo heeft Olie van Mende nog 10.000. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja. Hangen de rekken denk ik ook. Misschien ook wat voor richting Wilfred Gené. Nee, ja. Klik maar snel weg. Nee, ik kan er niet om. En ik vind Baudet, die heeft hetzelfde als Hans Kraaij junior. Die denkt, als er een rood lampje op een camera, daar het rode lampje... dan denken Hans Kraaij en Baudet ook, nu moet gek gaan doen. Okay. Had jij die nou echt gehecht of niet? Ja, Hans, die had een lelijke hoofdwond. Ja. Zag het er echt zo, hij zei dat hij liters bloed verloren had en hij kwam ook niks zinnigs meer uit. Nou ja, ik weet niet, dat viel gelukkig allemaal nog wel mee. Het was wel zo dat ze de ambulance voor hem wilden bellen, maar dat heeft hij zelf gelukkig tegengehouden. Oh. En we hebben hem zonder verdoving kunnen hechten, dus... Dat ging eigenlijk allemaal... Maar was hij tevreden over het resultaat? Of? Nee, hij was heel erg teleurgesteld, want je zag er eigenlijk niks meer van. Nee. En dat wilde hij niet. Hij wilde een soort bond eigenlijk heel vervelend. Dus geen winkelhaken of andere nare dingen. Je zag er eigenlijk niks meer van. Daar was hij nogal teleurgesteld in. Ja, het was een heroïsch verhaal anders geweest. Veel succes, Casper. Dank je wel. Applaus, dames en heren. Casper van Eyck. Nou, Hans ook volgens mij zo'n beetje. Hans Kraaij junior, goedenavond. Goedenavond. Wilfred. Dag Hans. Dag Wilfred. Gaat het goed? Wat zeg je? Ik weet niet meer wat ik zei. Maar gaat het goed met je? Ja, gaat heel goed. Niks voor jou om dat te vragen. Hey, je hebt ook in de programma gezeten, hoor ik net vanmiddag al, op 60 jaar Eredivisie voetbal. Kwamen er nog leuke dingen uit? Of? Ja, Jan Joost, Telen en Kees en ik die zijn naar Spangen geweest.
En alles en iedereen van de voetballerij liep daar rond. Van alle topclubs tot en met de onderste regionen uit de Jupiler League. Iedereen had een afvaardiging. En het mooie is, niemand doet jullie de groeten. Maar dan ook helemaal niemand. Als, in mijn hoofd gehaald. Nee. De mensen die jou zien voetballen, die zullen het beamen. Jij was niet goed bij je hoofd in het veld. Je was levensgevaarlijk voor je tegenstanders. En je wist van gekkigheid niet wat je moest doen. Want de tribune die riep wat tegen jou en jij wilde het realiseren. Je deed de gekste dingen. Nou, jij hebt geluk dat er van mij nog beelden zijn. Maar ik heb jou wel eens zien voetballen. Er zijn geen beelden meer van. Maar jij schopte ze daar 2 minuten lachend de tweede ring in. Tenminste, nee, in de stadion waar jij speelde waren er geen tweede ring op. Dus je schopte ze de parkeerplaats op. Dat ligt anders, Hans. Het was toen een soort trend om hard te spelen. Mannelijk te spelen. Maar mannelijk te spelen, dat is heel wat anders dan wat jij deed. Ja. Proberen tegenstanders ongelukkig te schoppen. Ik heb nog nooit iemand geblesseerd, Johan. Nee, maar omdat je dus gelukkig niet zo snel was. Nee. Maar jij was een gevaar voor iedere tegenstander. Leuk hoor, een leuke clown, maar volkomen geschift. Ja, ja. En jij was een hele sierlijke linksback die er overheen ging als een soort Roberto Carlos. Ik was inderdaad een getrukte linksback. Ja. Ja. Maar als je toen moest blazen in Eindhoven, ik heb ook wel eens moeten blazen, ik heb wel eens laten blazen, maar ik moest ook wel eens blazen. En dat zei die chauffeur, dan moest je blazen in Eindhoven, dan speelde hij bij PSV. Ik zeg niet dat je populair was, maar dan blazen, dat ging natuurlijk niet goed. Toen zei die agent, hou je wel je 2 handen aan het stuur? Dan kon je doorrijden. Ja, goed man. Ja. Hey, mijn vader, heeft mijn vader jou wel eens laten blazen? Nee, je zus wel. Nee, handen! Dat is niet waar. Vooral niet dat klappen. Dat is niet waar. Ik heb mijn zus beloofd dat we dat niet meer over hebben. Nee, we hebben het er niet meer over. Nee. Moet je niet uitdagen. Je moet me niet uitdagen. Ik zit hem helemaal. Ik zeg, heb mijn vader jou wel eens laten blijven? Ja. Ik hoorde jou gisteren trouwens bij de tafel van Kees. Er waren nog even gerefereerd aan jouw straf van 24 wedstrijden. Voor een overtreding die je ooit hebt gemaakt. Later teruggebracht tot 15 wedstrijden. Dus dat viel best mee. Ja, toen had ik een scheidsrechter een heel klein zetje gegeven. Ja. En dan kwam de winterronde, vertelde je voor de zoveelste keer. En toen heb je uiteindelijk 24 wedstrijden gekregen. Maar ik hatelijk dat je dat zegt voor de zoveelste keer. Nee, dat is leuk. Je begint leuk, joh. Ik pik het 1 keer en zo meteen. Hans. Het gaat dit seizoen een keer gebeuren dat jij echt een poffer op je neus krijgt. Ja. Ja. Is het niet schandalig dat daar kijk ik al 20 jaar naar uit, weet je dat? Nee, maar goed, Feyenoord, door 7 keer op rij gewonnen, is natuurlijk best wel... Heb je trouwens die Brad Jones eraan gesproken, omdat hij jou mafketel had genoemd? Nee, hij heeft mij... Hij zei eventjes, dat is weer verkeerd ondertiteld. Hij zegt, dankjewel dat je me hebt genoemd. Jij bent de enige aan tafel die er verstand van heeft, zei hij. You're the only one who knows a little bit about football. Hij zei, oh yes, yes, I said yes. En toen... jongen. You're right. Carry on. Maar in ieder geval... Hij vond jou dus een beetje een gek. Nee, dat hebben jullie weer... Jullie hebben me mafketen. Nee, dat is niet waar. Leuk dat hij me genoemd heeft. Do you know Hans Cray Jr.? I said, yes, that's the crazy Hans guy. Hans Cray? Yeah, Hans Cray Jr. Yes. You know him? Yeah. This very skillful player. outside left. The womanizer. No. It's far in the past. Maar... Ja, hij zit even niet op te letten. Nee, ik luister wel, maar hij doet zo lang. Maar hij heeft dus gezegd dat hij geen mafketel heeft gezet. Daar kwam het op neer. Nee, hij zei gewoon, that's the crazy guy. Maar daar maken jullie dan weer mafketel van, ondertiteling. Dus, crazy guy. Ja, dat doet Wilfred zelf. Ja. En hij zegt... Waanzinnig. Ik heb trouwens het boek van Ruud gekregen allemaal. Dat weten we allemaal. Ruud, bedankt daarvoor. Was gisteren jaar... Heel leuk cadeautje. Ja. Leuk cadeau voor Ruud. Dus ik ga jullie volgende week over horen. Vraag of Ruud er nog één opstuurt. Want jij hebt er 2 gekregen. En die heb jij net aan René en Johan gegeven. Ik wil ook nog wel zo'n boekje. Weet je meteen je plaats, Hans? Ja, nou, maar goed, jullie gaan even het boek lezen. Ik ga Ruudje lezen. Dan krijg je even mij deze. Dan mag jij deze meenemen. Ga ik jullie overhoren? Ja. Wat ga je voorlezen? Eenvoudig beginnen. Nee, ik ga jullie overhoren volgende week dan. Wil je die nog meenemen voor je zus? Ja, nee, rot op, joh. Die weet je met mijn boekje te gooien. Nee, maar Johan zegt... Had hij een raar jasje aan? Ja, dat vraag...
Ja, wat was dat inderdaad? Ja, er zijn allemaal dat mensen zal, uit... bij jullie in Oudewater over een jaar of 10 ook mode zijn, Johan. Nee, maar... ik hoop het niet. Hans, vragen zich mensen af. Mario Wijnert Panning, of je misschien een jasje van Sofia aan had gisteren. Wat, ja, wat was dat dan? Het was een heel mooi jasje van Only for Men. Dat is een heel duur jasje. Dat is een jasje van €695. En dat heb ik met korting gekregen. Heb je dat is het een kogelvrije? Ja? Dat is een kogelvrij jasje. Ja, je staat er trouwens net met Tom Beugelsdijk. In Syrië lopen ze allemaal met die jasjes. Het is een uitstekend jasje. Nee, maar even serieus. Ja, ik vind jou een uitstekende collega. Ik vind je ook nog een fijne gozer. Ik was als enige er tegen dat jij hier plaats zou nemen. Weet je waarom? Nee, dat heb ik echt hebben we besproken. Dat mag je best weten. Maar ja, je bent... Daar vertel het nu even hier op tv. Mag je door? Bent, nee. Jij bent vrijdagavond... Moet je even naar huis toe gaan? Vrijdagavond de hele avond in beeld. Zaterdag... ben je in beeld. Zondag, met die avondwedstrijd, ben je in beeld. Ja, van ochtends vroeg tot s'avonds laat. En dan kom je maandag hier en dan heb je alle onderwerpen die wij hier bespreken... Nee, die heb jij al een keer de revue laten passeren. Absoluut niet. Ik vind het niet goed qua planning. Dat jij dus... Maar zou je Hans dan op woensdag willen zetten? Dat hij iets verder weg zit dan of zo? Ja, maar Johan... Nou, maar op een maandagmorgen op SBS 9 of zo? Ja, SBS 6, nee, ja. Dus jij hebt er alles aan gedaan om mij van tafel te krijgen? Nee, ik heb er niet alles aan gedaan. Ik heb hem tegengehouden uiteindelijk. Ik heb er niet alles aan gedaan, maar ik heb de vergadering naar voren gebracht... dat jij te veel bij Fox bent, tot en met zondagavond heel laat. Ja, maar Johan, dat zijn 3 wedstrijden per jaar om 8 uur. Hans, we hebben niet eens vergaderingen. Wat wilt hij nou? Dus, ja. Nee, wat een onzin allemaal. Ik had ook als democraat... Ja, je wou gewoon zeggen dat je een pleurisreclame hebt. Nee, maar een onzin. Jij ziet het al persoonlijk. Als democraat heb ik er geen enkele moeite mee. Als die andere jongens er geen problemen mee hebben, vind ik het prima. Dus jij gedoogt mij? Nou nee, gedoog je helemaal niet. Ik vind het een beetje te veel van het goede, te veel kraai. Ja. Maar even goede vrienden... Pardon. Duidelijke taal. Maar, je merkte wel heel erg dat gedeelte dat hij een paar keer gepasseerd was. Dat hij in zijn auto naar de Kuip reed. Ja, dat hij er stuk van zat. Dat hij niet niet dat hij er stuk van zat. Maar je hoeft niet in te vullen wat Hans, ik ga zeggen. Hansie, Hansie. Ik ga er wat over zeggen en jij moet naar het voetbal. Hans, doe dat bij Kees op zondagochtend. Dan leg jij nog een keer uit. Hansie. Hij heeft misschien 3 gesprekken gehad met Van Bronckhorst hierover. En daar had ik er nou 1 van willen zien. Ja. Maar Van Bronckhorst zat er helemaal niet in ook. En wat ook heel saillant was, wat ik had willen zien... dat Van Geel tegen hem gezegd heeft, we gaan niet met je verder. Maar dat moet je zelf dan naar buiten brengen en dan kun je het zelf een beetje... Ja, precies. Dus dat zijn nu scènes die wel wat doen. Die wel wat zien. Ja. Maar Hans, Ayoub. Nee, niet aan Joep. Wat heb je nog dan? Want als Johan na mij nog wat kan zeggen over Dirk Kuyt en René... zeg ik ook wat ik over... Ja, mijn vrouw die zei vanmorgen tegen me... moet je geen cadeautje voor Wilfred meenemen? Ik zeg, waarom? Lul. Ik had wel een sms'je van gekregen. Je hebt die ring toch al thuis gekregen? Dan heb je er genoeg. Sms'je gekregen, wel lief. Ayoub, ja, Sofie. Maar was niet voor mij, hoor. Wat wil je over Joep zeggen? Nee, ik zeg over Joep helemaal niks. Nou, maar dan is je tijd als figurant weer over. Nu zo hard lachen, hè? Diederik Boer. Heerlijk, man. Zo'n man die helemaal dol op zo'n clubje is. Ja. En nog leuk beleid gevoerd heb ook. Een stadion, altijd leuke spelers. Nooit financiële zorgen. Nooit gekke dingen gedaan. Altijd mee doen in de Eredivisie. Kunstgras. En het leuke is, je komt in het dorpje Ommen. Dan heb je een waanzinnig hotel daar. De Zon, of het Zonnetje heet dat. Dan ga je daar zitten aan het terras, aan het water. Fantastisch, eigendom van Jan Smit. Dan ga je een straatje naar links. Dan heb je een waanzinnige golfcourse. Kun je heerlijk uitleven. Ik golf niet, maar die mensen hebben het helemaal naar hun zin. Eigendom Jan Smit. Nou, hij zit in de kunst. De man is hemeltje schatrijk. Speelgoedwinkels. Speelgoedwinkels. Smit. Oh, wat slecht zeg. Jongen. Jan Smit. Ja, leuk. Breng ze deze uit. Ja. Jongen. Slecht, ja. Echt heel slecht, hè? Ja, ik denk dat deze Jan Smit toch... toch beter zingt dan die kwijde babbel uit Volendam. Ja, je bent er negatief over die andere. Kunnen ze trouwens live volgen aanstaande zondag om 6 uur op Eurosport? Dan is het tegen Palermo, volgens mij. Inter tegen Palermo, dus ik ben erg benieuwd dan. Want dat kan ook heel lastig worden natuurlijk. We gaan toch niet reclame zitten maken voor andere zenders dan Fox Sports, Wilfred? Doe jij er iets voor? Hé, Hans, maar even serieus. Spreken die mensen jou met meneer aan? Die Jan Joost en... Want ik kan godverdomme dat Fox niet opzetten. Jij zit erop. En het zijn geen herhalingen. Nee, ze hebben heel veel zieke mannen. Jij bent echt... Hij is echt gewoon de enkerman geworden. Ja, ze hebben heel veel de zieke... grote man van Fox. Man, ja. Jij moet Fox op de kaart gaan zetten. Ja,
ja. Ja, nog een tijdje. Nou, ik durf bijna te zeggen, René. Ja. Hans Kraaij junior is de beste enkerman van de Eredivisie. Ja, dat denk ik ook. Je hebt ook jicht. Nee, maar je... Dan sta je weer op een... in je hoofd. Nee, maar dan sta je weer op een veld. Dan zit je weer achter een desk. Dan loop je weer ergens aan een tafel bij Kees. Aan een tafel. Dan, ja, ook, dan ja, zie ik je weer op het veld. Ik denk, wat die Hans allemaal aan het doen? Ja, Kraaij Sports heet het straks. Hoe hou je dat niet anders? Ja. Kraaij Sports? Ja. Je kan dat Fox Sports wel afhalen. En ook nog altijd goed gekleed. Maar had Makai eigenlijk er nog bij gehoord? Nou, Hans die moet alle eer hebben. Die weet waarom Makai er niet bij zit. Die heeft ooit geweigerd om op de tribune te gaan zitten. En Hans die was daarvan op de hoogte. Ik zeg niks. Oh, je zegt niks? Nou, nee, ik heb... Nee, goed, ik heb... we hebben keurig aan beloofd dat het niet naar buiten zou komen. Dus... Dat vind ik ook. Ja, maar hij vindt mij onbetrouwbaar, dus dan kan ik het wel vertellen. Van Basten? Ja. Ik zou het niet vertellen. Jawel, ik vertel het wel. Ik vind het slecht als je dat gaat vertellen. Nou, ik heb het 3 weken geleden zal al geschreven. Zal ik het vertellen dan? Ja. Nou ja, je moet vertellen, maar ik zit hier aan tafel met Johan en met Van Basten. Toen in de reclame heb ik tegen Van Basten gezegd, mag ik het verhaal vertellen van Makai? Hij zegt, nou, ik zou dat zeer waarderen als dat niet gebeurt. En nou, dan vind ik ook dat je dat moet... Dat ben ik met je eens. Ja, ik vind dat je dat niet moet vertellen. Ik weet het ook toevallig, maar ik zat er niet aan tafel van, maar ik... Dus er is niks gebeurd? Ja, hier hebben we allemaal niks aan, maar Van Basten, die heeft hem... op een gegeven moment naar de tribune verwezen en daar vond hij zichzelf te goed voor. Toen hebben ze maar gezegd dat hij geblesseerd was. Maar toen dat gebeurd was, dan kon je er donder op zeggen dat Van Basten niet meenam naar Duitsland. Want dat soort incidenten wil hij natuurlijk niet tijdens de WK hebben. Zo, dan heb je het toch verteld. Nou, ik vind het niet goed dat je het vertelt, Johan, dat meen ik echt. Want ja, maar wat jij vindt, vind ik niet zo interessant. Nee, maar ik bedoel, ja, maar goed. Maar ik vind wel dat je... Ja, ik vind dit slecht. Ik heb het 3 weken geleden geschreven. Waarom zou ik het nou niet vertellen? Dat is toch hypocriet? Ja, maar jij zat er toch bij dat hij gewoon 1 keer vraagt van... hou dat alsjeblieft binnen de kamers. Hij zegt niet, zo moeilijk is Van Basten niet, vind ik. Omdat het om Van Basten gaat, moet het binnen de kamers blijven? Wat is dit van lulkoek? Nou ja, goed, ik bedoel, ik had hier gewoon met... Jij hebt het toch niet verteld? Ik had hier heel trots kunnen zeggen van, ik heb... Ik geef je ook alle credits niet. Ik vind het gewoon jammer dat je het vertelt. Die wil die nu niet hebben. Nee. Maar jij hebt het ook niet verteld. Nee, Mike, ja. Maar ja, goed, jij had het verhaal ook al gehoord. En dan sluiten we daarmee mee af. Ik vind het ook niet belangrijk. Nee, oké, maar dan wel kijk, het gaat me te ver, omdat het om meneer Van Basten gaat, om de waarheid niet te vertellen.